dames en heren, bij deze nieuwe Fortnite-video. In deze video gaan we kijken naar geheimen in de trailers over Season 2. En als je deze video nu al super tof vindt, drop dan even die like. Abonneer op het Teveel Gevraagd met dat belletje aan. En ik zou het heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code Teveel Gevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen wij 5% van jouw aankoop. Jawel, we gaan het dus hebben over geheimen in de twee trailers die Fortnite heeft gereleased over seizoen 2. Fortnite released ieder seizoen 2 trailers. Eén van die trailers is gewoon een launch trailer. Dat is eigenlijk een beetje een algemene trailer die allerlei dingen laat zien over seizoen 2. En de Battle Pass trailer is de tweede trailer. En daarin zie je eigenlijk alle dingen over de Battle Pass. En ook daar zitten een paar geheimen in. Dus die gaan we ook behandelen in deze video. Dus laten we gewoon maar meteen gaan beginnen met de eerste trailer. En dat is namelijk de launch trailer. En in deze trailer zitten een aantal interessante dingen te zien. Waaronder Deadpool. Deadpool is te zien op 25 seconden. Heel erg kort. Echt een paar frames kan je hem maar zien. Maar hij zit erin. Als we, laten we zeggen, Peely een boekenkast deur opent. Dan zie je heel eventjes dat Deadpool daar staat met een soort van pak. Ik vind het echt een heel erg leuke easter egg. En je ziet dat je moet echt heel goed opletten, anders zie je hem helemaal niet. En ja, ik vond hem wel heel erg nice. Ik vond het leuk ingesneakt. En deze locatie is ook echt te vinden in dat, ik weet even niet meer hoe dat heet daar, maar dat bosachtige gebied, daar is een nieuwe plek. Als je niet weet waar ik het over heb, ik heb een map change video gemaakt, of een secret map change video gemaakt, volgens mij een paar dagen geleden. Als je die video niet hebt gezien, klik dan even op het i'tje, want daar laat ik die locatie ook zien. Maar ja, daar zie je dus Deadpool heel eventjes. En Deadpool gaan we natuurlijk krijgen. Deze skin kan je binnenkort unlocken. En ik ga jullie nu weer verwijzen naar een andere video. Namelijk, klik even op het i'tje, want daar vertel ik hoe je Deadpool kan gaan unlocken in de toekomst. Maar Deadpool gaan we dus binnenkort krijgen. En dit was alweer zo'n kleine teaser naar Deadpool toe. Gaan we door naar de tweede trailer. Of naar de tweede trailer. Naar het tweede ding wat een geheim dingetje is in de trailer. Dat is namelijk een lama op 35 seconden. Op een gegeven moment zitten ze namelijk op een boot. En dan komen ze langs. Misty Meadow heet het volgens mij. Die locatie. En daar zie je op het dak een lama staan. Maar de reden waarom dit speciaal is, is omdat lama's niet in de game zitten op dit moment. Lama's zijn gevolgd sinds seizoen 2. Dus dat maakt het wel speciaal dat ze het toch in de trailer hebben gedaan. Betekent dit dat we misschien wel de lama terug gaan krijgen dit seizoen? De kans is best wel aanwezig. Maar ja, de lama zit dus in de trailer. En daarom wilde ik even laten zien aan jullie. Laten we doorgaan naar het volgende ding. En dat is namelijk op 46 seconden is er iets speciaals te zien op een boom. Jawel, op een gegeven moment zie je namelijk deze skin weggaan van de boom. En achter hem zitten allerlei dingen gegraveerd in de boom. En daar zitten 3 interessante dingen in. Het eerste ding is het tekentje wat je hier ziet. Namelijk 7 met vraagtekens eromheen. En dit verwijst naar de 7. En de 7, dat zijn de Visitor, de Scientist en de Paradigm. Dat zijn 3 verschillende skins. En er zijn er dus nog 4. En dit is dus een verwijzing naar dat deze 3 skins, dus voornamelijk de Visitor skin, waarschijnlijk weer terug gaat komen in Fortnite. De Visitor skin is dat misschien wel de belangrijkste. Nee, sterker nog, dat is de belangrijkste skin van het hele Fortnite storyline. Want voor degenen die niet weten wat de Visitor heeft gedaan, de Visitor heeft dus bijvoorbeeld een raket gebouwd. En die raket heeft eigenlijk alles een beetje in werking gezet. En die raket, de Visitor kwam natuurlijk via de meteorieten op aarde. En ja, de Visitor heeft natuurlijk ook voor gezorgd dat we nu in deze map zitten. Dus de Visitor is heel erg belangrijk. En er is dus een verwijzing in de trailer naar dus de 7, oftewel de Visitor, de Scientist, de Paradigm en eigenlijk en nog 4 andere skins die we nog niet weten. Want die 4 skins moeten we nog krijgen. Dat is 1 interessant dingetje wat we hebben kunnen zien op de boom. Maar er is nog een tweede interessante dingetje. En dat is namelijk 3 verschillende skins. Wacht, zeg ik. Verschillende skins zijn te zien. Namelijk de Deadpool skin is ook gegraveerd daar. Het ziet er een beetje raar uit. Hij steekt zijn kont uit. Maar wel grappig. En er is een verliefde Leviathan te zien. En waarop die verliefd is, dat kon ik niet heel goed zien. Ik wist niet precies wie dat was. Maar in ieder geval, we hebben een verliefde Leviathan gezien. En daarnaast hebben we nog iets met een hartje gezien. Met het drift hartje BB. Waar dat BB voor staat, dat weet ik niet precies. Laat even weten in de reacties waar jij denkt dat die BB voor staat. Maar drift is natuurlijk de drift skin. Niet heel bijzonder.
Maar Drift Hartje BB. Ja, het zal wel ergens weer iets mee te maken hebben. Maar ik vond het wel interessant dat het er in ieder geval op stond. Dat zijn in ieder geval de drie dingen die ik interessant vond aan wat er dus gegraveerd was op dus de boom. Laten we door naar het volgende ding. En dat is gelijk het shot daarna, namelijk de helikopter. Ja, we hebben het hier al eerder over gehad. De helikopter gaat zeer binnenkort komen in Fortnite. Maar wanneer die gaat komen, ja, dat is nog een beetje de vraag. Ik weet het niet precies, maar we hebben meerdere hints gehad naar zo'n helikopter. En het is nu gewoon even afwachten tot wanneer hij gaat komen. Laten we doorgaan naar de volgende geheim. Dat is namelijk deze locatie. Ja, het is de tafel waar ze aan zitten die best wel een grote rol speelt. En ik weet al ongeveer waar deze locatie is. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Het is een beetje een aparte locatie. Want deze locatie hebben we ook bij, hoe heet het ook alweer? De Agency. Dat is midden in de map, dat eiland uiteraard. Daar heb je ook zo'nzelfde locatie. We zien daar nu een screenshot van. Alleen hier kloppen een aantal dingen niet. Namelijk... De stoelen en het gouden stoel, die kloppen wel. Dat kan ik alvast zeggen. Maar de tafel is niet wit. De tafel heeft hier een donkerdere kleur. Daarnaast zie je in de trailer zie je twee verschillende lampen. En als ik daar in de locatie ga kijken, zie ik maar één lamp. Daarnaast zie je op de achtergrond twee schermen. En die twee schermen, die zie ik niet in de trailer. Ik zie in de trailer gewoon letterlijk het logo staan van Ghost. Dus... Ja, deze locatie is niet helemaal de exacte locatie. Dus ik denk dat er misschien nog een andere locatie is. En misschien is die locatie, deze locatie die we zagen in de trailer, wel in de bunker bij Rita Road. Die overigens nog steeds niet open is. Dus dit is wel een interessant dingetje. Ik heb het ook op Reddit gevraagd en eigenlijk niemand wist het juiste antwoord. Dus ja, laten we er maar van uitgaan dat misschien wel deze locatie toch daar in de agency zit. Maar er is ook een kans dat deze locatie in de bunker zit bij Rita Road. Laten we doorgaan naar de volgende trailer, namelijk de Battle Pass trailer. En in de Battle Pass trailer zijn twee dingen interessant. Het eerste ding is dat er level 135 te zien is aan het begin van de trailer. Waarom zien we dat de Battle Pass 100 level 35 is? Dat weet ik niet, want de Battle Pass gaat eigenlijk maar tot tier 100. En er staat daar dat die 135 is. Betekent dat misschien wel dat we iets speciaals gaan krijgen op level 135? Ik weet het niet, ik ben level 135 nog niet. Dus dat is een beetje lastig zeggen. Maar de kans is zeker aanwezig dat er iets speciaals gebeurt op level 135. We moeten maar eventjes afwachten. Er zijn vast al wel wat mensen 135 en ik heb nog niet iets gezien op Reddit of zo. Maar we moeten maar even wachten. We zien het vanzelf wel. Want er zijn nog een aantal encrypted dingen die wel te maken hebben met je Battle Pass. Dus misschien dat we dat later wel kunnen unlocken. Laten we doorgaan naar het laatste ding wat ik heb. Ja, dat video gaat vrij snel. Namelijk mines. Waar zijn die mines gebleven? Ik heb de mines nog niet gevonden. Misschien jij wel. Als je hebt gevonden, laat even weten in de reacties. Maar ik heb die mines die je op 0.56 kan zien nog niet gevonden. Het zijn letterlijk mines. Als je er overheen loopt, springen ze omhoog en exploderen ze. Ik weet niet of het items gaan worden of dat het standaard dingen zijn die je in maps zitten. Dus van booby traps. Ik weet het niet. Maar het is zeker wel interessant. En het is net een beetje hetzelfde verhaal als dus de helikopter. Het zit er nog niet in, maar we gaan het waarschijnlijk wel krijgen. Dames en heren, dit waren alle dingen die ik te bespreken had. Als je deze video super tof vond, drop even die like. Abonneer op de video gevraagd bij de belletje. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!